Hey, leuk dat je weer kijkt naar Opa Vertelt. We zijn weer aan het bierproeven. Gisteren begonnen met blond bier en ik heb het een en ander verteld. Vandaag gaan we weer proeven en we nemen nu de Brugse Zot. Een bier uit Brugge, een stadsbier uit Brugge. En ik ga je in de loop van deze uitzending het een en ander vertellen over de geschiedenis van de brouwerij. Een beetje over de geschiedenis van de stad. Een beetje over waar de naam de Brugse Zot vandaan komt natuurlijk. En ik ga je allerlei wetenswaardigheden vertellen. Ik wens je veel kijkplezier. Brugse Zot. Zoals de naam al zegt, komt het uit Brugge. En Brugge ligt daar, in België. Onder Middelburg, ietsje ten westen van Gent. Brugge was vroeger ooit een belangrijke stad. Daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Dit bier wordt gebrouwen bij brouwerij De Halve Maan. De Halve Maan is de enige brouwerij die op dit moment nog echt in het centrum van de stad Brugge te vinden is. Maar hij is niet nieuw. 1564 zat daar al een brouwerij en die heette Die Manen. In 1856 heeft een meneer Henri Maas, belangrijke naam, Henri Maas, heeft deze brouwerij overgenomen en is daar bier gaan brouwen zoals dat al de gewoonte was bij vorige eigenaren, vorige brouwers die in die brouwerij werkzaam waren. Henri kreeg een zoon, Henri II, die heeft de zaak overgenomen en die heeft allerlei moderniseringen doorgevoerd. Die heeft in Engeland dingen geleerd over nieuwe soorten brouwprocessen. Begin 20e eeuw, zoon nummer 3, Henri III, heeft de tent overgenomen en heeft processen uit Duitsland overgenomen. Nieuwe brouwprocessen, nieuwe ideeën over bier uit Duitsland. Op dat moment is Henri III ook begonnen met het brouwen van een pils, dus een bier van lage gisting, naast de hoge gisting. Hij is ook begonnen met frisdranken. Cola en andere frisdranken had hij ook in zijn fabriek, maakte hij ook. Nou, toen Henri IV de zaak overgenomen had, toen heeft hij in 1981 geprobeerd om een hele nieuwe richting in te slaan. Hij dacht, Henri, al die Hendrikjes op een rij. Wij gaan een biertje maken en dat noem ik de Straffe Hendrik. De Straffe Hendrik bestaat nog steeds en was het eerste bier van brouwerij De Halve Maan. Nou, dat heeft hij een aantal jaren heeft hij dat gedaan. Was redelijk succesvol. Maar toen is de brouwerij, nee, het merk is overgenomen door een andere brouwerij. Die hebben wel in De Halve Maan nog steeds die productie gehouden. Maar het bier was van een ander. In 2002 is de productie in Brugge zelfs helemaal gestopt. En bij een andere brouwerij elders in het land terechtgekomen. Daar was de familie toch niet helemaal blij mee. En in 2005 hebben ze een herstart gemaakt en zijn voortvarend te werk gegaan. Ze zijn meteen begonnen met een nieuw biertje. Naast de Straffe Hendrik, een triple overigens, naast de Straffe Hendrik hebben ze gedacht, wij gaan de Brugse Zot op de markt brengen. Mooi biertje gebrouwen, goed over nagedacht, goede presentatie, goede merchandise eromheen. Direct vanaf het begin een behoorlijk succes in Brugge en in de rest van Europa. 2005 is Brugse Zot dus voor het eerst op de markt gekomen. In 2008 waren ze al zo groot dat ze de Straffe Hendrik teruggekocht hebben. En dat ze ook de productie van de Straffe Hendrik weer in de brouwerij De Halve Maan in Brugge zijn gaan maken. Nou, dat betekende dat er heel veel bier verkocht werd. Dat betekende dat er heel veel bier vervoerd moest worden. En dat betekende verschrikkelijk veel vrachtwagens die al die honderdduizenden miljoenen liters bier van het centrum van de stad naar de bottelarij op het industrieterrein moesten brengen. Dat was niet zo'n geweldig goed idee en ze wilden de stad vooral ontlasten van al dat vrachtverkeer. Ze hebben in 2016 hebben ze een pijpleiding aangelegd van de brouwerij
naar het industrieterrein, naar de bottelarij. En dat ik 2012 zei, dat komt omdat wij in 2012 bij de brouwerij op bezoek geweest zijn. En dat daar toen het verhaal al was dat nu nog alles met vrachtwagens moest, maar dat heel snel er 3,2 kilometer pijpleiding zou zijn aangelegd. Maar uiteindelijk heeft dat 2016 geduurd voordat het zover was. Nou, dan weet je een heleboel al over de brouwerij. Ik ga nu iets vertellen, zometeen over de geschiedenis. De geschiedenis van de stad Brugge en de naam De Brugse Zot. Nou, heel raar, in de 15e eeuw was vanaf 1477 de Oostenrijkse koning, Maximiliaan van Oostenrijk, die was ineens de heerser, zeg maar de koning, over en alle Nederlanden en een groot deel van Frankrijk. Dat kwam omdat in 1977 zijn vrouw veel te jong overleed en hij erfde dus de macht over deze landen. Ja, eigenlijk zijn zoontje, maar die was nog maar 4 jaar. Dus hij was de regent, dus de machthebber, die in deze gebieden het voor het zeggen had. Daar waren ze niet zo blij mee. In Gent ontstonden opstanden en was een gemor onder de bevolking en ze hadden genoeg van zijn manier van omgaan met zijn volk en zijn manier van belastingen heffen en dat moest allemaal anders, vonden ze. Die opstand is van Gent overgeslagen op Brugge. Gent was belangrijk, Brugge was misschien in die tijd nog wel een belangrijke stad. In Brugge, bijvoorbeeld, zat een vestiging van de beroemde Italiaanse bankiersfamilie, de Medici. De Medici, die in Florence en gedeeltelijk Venetië echt heel veel macht hadden, hadden vestigingen door allerlei landen in Europa, zo ook in de Nederlanden, en die vestiging zat in Brugge. Dat betekende dat allerlei handelsfamilies uit Italië naar Brugge kwamen om daar te handelen, want daar zat tenminste hun eigen vertrouwde bank. Die kunstenaars, of die handelaars, die hadden, om hun welvaart te tonen, hadden ze kunst nodig, vonden ze. Ze hebben allerlei Italiaanse kunstenaars naar de Nederlanden gehaald om hier hun pracht en praal en glorie te schilderen en te vereeuwigen. De bekendste die hier in Brugge geweest is Michelangelo geweest. Michelangelo heeft een beeld gemaakt wat nog steeds te zien is in de kerk in Brugge. Vooral naar gaan kijken als je nog nooit een Michelangelo gezien hebt. Het is wonderbaarlijk. Goed, nou, Maximiliaan was dus de baas. En in Brugge waren ze het er niet mee eens. En de Bruggenaren deden van alles en nog wat waar Maximiliaan het dan weer niet mee eens was. En die dacht, we gaan er maar eens even naartoe met een legertje. Ja, hij heeft het gedaan, maar ja. Ze hebben hem opgepakt, ze hebben hem in de gevangenis gegooid en ze hebben hem daar een aantal maanden laten zitten. En toen was er een neef van Maximiliaan die met een groot leger op kwam draven om zijn oom te bevrijden. Nou, uiteindelijk hebben ze hem vrijgelaten, onder bepaalde voorwaarden en nou ja. Maximiliaan wilde met alles instemmen, want hij wilde graag meer vrijheid. Maar ja, hij was de baas, dus hij was vrij. En alle voorwaarden die aan de vrijlating gesteld waren, heeft hij ingetrokken en hij heeft straf opgelegd aan de stad Brugge. Ze mochten geen jaarmarkten meer organiseren, belangrijke bron van inkomsten en bekendheid. En ze mochten geen feesten meer geven, ook weer belangrijk voor een stad. Mocht niet meer. Ja, dat was natuurlijk niet zo prettig. Vervolgens hebben de Bruggenaren met elkaar zitten bedenken van, wat zullen we nou eens doen? Weet je wat? Wij gaan een heel groot feest ter ere van Maximiliaan organiseren. Een echt heel groot feest. En aangezien dat feest helemaal ter ere van hem is, vragen we hem om onze rechten weer te herstellen. Dus dit feest is voor u en mogen wij alsjeblieft weer jaarmarkten gaan houden en feesten gaan houden. Oh ja, en nou we toch bezig zijn, heeft u misschien wat geld voor ons? Wij willen graag een nieuw zothuis bouwen. In Nederland vaak een dolhuis, vroeger zeg maar een gesticht. Een nieuw zothuis. Heeft u daar misschien de centen voor? En meneer Maximiliaan, die grinnikte wat en trok een wenkbrauw op en zei van, jullie willen een zothuis? Dan moet je alle poorten van de stad dichtgooien, terwijl de Bruggenaren binnen zijn. Dan heb je uw zothuis.
oftewel alle bruggen zijn zotten. Daar is toen al de naam Brugse Zot uit ontstaan. In Nederland noemen we dat een geuzennaam. Ik weet niet hoe dat in België is, maar een geuzennaam, het is eigenlijk een scheldnaam die jij als eretitel draagt. Brugse Zot is een eretitel voor die mensen daar. Helemaal geweldig. Ik zou het ook doen met zo'n Maximiliaan verhaal erachter. Brugse Zot zit dus verweven in de hele geschiedenis van Brugge vanaf ongeveer 1490, 1488, 1490. Je kunt het nog steeds terugvinden bij allerlei dingen in de stad, bij evenementen, bij tentoonstellingen, in namen van producten, in, nou ja, zoals je je kunt voorstellen, in alles. Heel veel merchandise rondom de Brugse Zot. De Brugse Zot is nog steeds een erenaam voor de Bruggenaren. En ook voor het bier. Het bier is dus ook de Brugse Zot gaan heten. Naar aanleiding van de erenaam voor de Bruggenaren. Van de Brugse Zot, dit is de blond, is inmiddels ook een dubbel. En een dubbel, weet je, is wat donkerder van kleur. Wat gekarameliseerde mout en ja, ietsje zwaarder. Daarbovenop is dan die Straffe Hendrik, dat was al een triple. Ook een lichtkleurig biertje, een triple. Er is een quadruple bij gemaakt, ook weer extra gekarameliseerd en nog wat zwaarder. Die vier biersoorten zijn eigenlijk de basis van alles wat er in de halve maan gebeurt. Er is ook een sportzot. 0,4% geloof ik, dus echt een bijna alcoholvrij biertje die sinds kort op de markt is. En er is een Brugse Bok, een seizoensbier wat af en toe ook gebrouwen wordt. Oké, inmiddels weten we waar de naam vandaan komt, we weten wat Maximiliaan ermee te maken heeft, hoe die Oostenrijkers daar terecht gekomen zijn. Wat vind je ervan? Ik vind het tijd worden om open te maken. Blond bier. En zoals ik al gezegd heb, blond heeft namelijk met kleur te maken. Als ik het straks ga inschenken, zie je ook dat het een goudblonde kleur is. Deze is ietsje minder helder dan het bier van gisteren. Van gisteren was duidelijk gefilterd en daarna voor nagisting nog weer afgevuld met gist en suiker. Ik heb de indruk dat deze wel ongefilterd in de fles gegaan is. En dan wordt er dus voor het afvullen alleen suiker toegevoegd, geen extra gist. Want de gistdeeltjes die zweven nog wel in het bier. Het is een biertje van 6%. Er wordt geadviseerd om ook op 6 graden te drinken. Mijn koelkast staat ietsje kouder, dus toen ik hem eruit haalde was hij 4,5, 5 graden. Inmiddels staat hij er al een poosje naast me en ik denk dat hij aardig op temperatuur is gekomen. Bijzonder nog aan dit bier is dat er niet een schep mout genomen wordt en er wat hop bij gegooid wordt. Nee, er zitten 4 moutsoorten verwerkt in dit bier. 4 verschillende moutsoorten met elk zijn eigen karakteristieke eigenschappen. Daarbovenop, in plaats van hop erbij, nee, 2 soorten hop worden erbij gegooid. Hop. 2 soorten hop worden erbij gegooid. Ik weet niet welke soorten, maar bij andere biertjes van hun brouwerij zag ik de Sazer hop voorbij komen. Maar of die hierin zit, durf ik niet te zeggen. Dan zag ik ergens op één site een vermelding dat er ook een kruidenmelange was toegevoegd. De goudkleurige lettertjes, of goudkleurig etiket met de wit lettertjes. Ik kan het op mijn leeftijd niet goed genoeg lezen wat de ingrediënten zijn. Ik ken de smaak en ik denk dat daar verder geen kruiden aan toegevoegd zijn. Ik heb het ook maar op in één beschrijving gevonden. Als het anders is, hoor ik het graag van jullie. Nou, wat is er nog meer te vertellen? Ja, het is natuurlijk het bekendste biertje van de brouwerij. Het is ook echt breed te krijgen. De meeste supermarkten, ook hier zelfs in het verre noorden van Nederland, de meeste supermarkten hebben dit. Mijn favoriete restaurant hier in het dorp heeft het gewoon op de tap. En over het algemeen, als wij daar gaan eten, dan weten ze het al. Dan wil ik daar graag een Brugse Zot bij drinken. Dus de smaak is voor mij niet nieuw. Dus ik weet precies wat voor bier het is en hoe het smaakt. Het hoort in een ietsje ander glas. Heel mooi glas. Een beetje langer pootje. En een beetje spits naar boven toe lopend. Maar ik heb al vaker gezegd. Ik drink al mijn speciaal biertjes liever uit één hetzelfde glas. Niet omdat ik dat andere glas niet mooi vind. Maar omdat het voor mij niet te doen is om voor elk bier wat ik ga bespreken ook het glas te kopen. Want of het gaat in de glasbak, vind ik zonde.
of het verdwijnt in de kast. Mijn kasten hebben een beperkte inhoud. Dat gaat niet gezellig worden na verloop van een aantal maanden. Maar we gaan hem openmaken. 6% favoriete temperatuur om te drinken. Ook een graad of 6. Zeggen ze. Nagisting op de fles. Dus we zullen het zien. Ik... Ja, dat... Het kruidig, fruitig aroma. Dan ruik ik altijd direct aan de fles al even of ik... Dat soort dingen goed kan. Kijk, ze zijn wat lekker. Of ik dat soort dingen al kan ruiken bij het eerste contact van mijn neus met waar het om gaat. Ik schenk hem eerst even helemaal door voordat ik een slokje ga nemen. En ja, nu, nou er meer lucht, meer zuurstof bij zit in de fles, vind ik dat je nog beter ruikt alleen maar de geur van het bier. Zonder omgevingsgeuren. En dan vind ik dat heel kruidig en fruitig. Fruitig ruiken. Ik hoop dat ik dat fruitige ook in de smaak terugvind. Het zijn van die dingen, ik vind het lachen, want ik drink dit biertje met heel veel plezier. En smaakt het mij ook uitstekend. Dat proef ik ook altijd goed. Maar toch, als ik dan met zo'n uitzending als dit bezig ben... Kijk ik op een andere manier naar het bier en proef ik op een andere manier het bier. Ja, dat kruidige en fruitige, dat zijn dingen die proef je ook. Welke kruiden durf ik niet te zeggen, maar het is, ja, het kruidige vind ik heerlijk aan dit biertje. Dat fruitige... Ergens zit er een hintje citrusachtig in. Maar of ik dat goed heb, dat weet ik niet helemaal precies. Maar voor mij zit dat er wel in. Net als het biertje van gisteren. Als je het doorgeslikt hebt, dan hou je in je mond die citrusachtige smaak, die fruitige smaak, hou je over. En gecombineerd met... Het bitter wat er in je mond ontstaat nadat je de slok hebt doorgeslikt. Ik vind dit, dat vind ik altijd een hele lekkere combinatie. Dat citrus, zuurig, citrusachtige, het een beetje zoetige en dan het bitter van de hop. Ik vind dat heel erg lekker. Nou, wij zijn in de brouwerij geweest, heb ik al verteld. En dat zou ik vooral een keer doen. Als je toch... Dus een keer een vakantie in België doorbrengt, liefst daar ergens in die buurt. Ga dan eens een keer naar de stad Brugge toe. Alles in de stad Brugge vind ik erg leuk. De rondvaart door de kanalen vind ik erg leuk. De rijen heette dat daar. Het wandelen over de pleinen. Het naar de mensen kijken vanaf terrasjes. Zelfs het shoppen was daar erg leuk. Kleine winkeltjes. Heel veel chocola en bonbons. Geweldig. En dan die brouwerij. Sla hem niet over, want je krijgt daar een rondleiding van iemand die echt weet waar hij het over heeft. Misschien hebben wij geluk gehad, maar wij hadden geen student die als vakantiebaantje deze rondleidingen deed. Nee, dit was iemand die echt op alle vragen, en in onze groep zaten meer bierkenners, die gerichte vragen stelde en hij wist overal antwoord op en wist een prachtig verhaal te presenteren. Achteraf een proeverij met hun verschillende biertjes. De quadruple bestond dacht ik toen nog niet eens. Dacht dat we 3 biertjes kregen bij de proeverij. En daarbij, wat je vaker ziet bij proeverijen, glaasjes met het mout waarvan het bier gemaakt is. En dat je dat mout ook kunt proeven. En ook eens even erop kouwen en dan vergelijken met de smaak die je ervan terugvindt in het bier. Vind ik altijd heel erg leuk als zoiets dergelijks erbij geserveerd wordt. Bovendien kun je ook nog eens een keer heel erg lekker eten. Over dit biertje weet ik nog dat je daar allerlei visgerechten bij kunt eten. Ik weet het zeker, schaaldieren. Ik heb hem al eens een keer gegeten met mosselen. En met mosselen, nou, dan kook ik de mosselen in een Brugse zot. Dat vind ik een hele goede combinatie. Maar als ik uit eten ga bij ons in het restaurant, dan heb ik bij deze
Meestal iets van lichtvlees, een kipgerecht of een schnitzelgerecht. Maar hij kan ook heel goed bij de ribeye die ze daar ook serveren. En voor de rest, ja, bij allerlei fruitdesserts en zoete toetjes kan hij ook. Maar ja, ik ben niet van de toetjes, dus dat weet ik nooit zo. Chocola heb ik ook van iemand gehoord, dat het een mooie combinatie is als je een toetje hebt met veel chocola, om er dan een Brugse Zot Blond bij te drinken. Ken ik niet, weet ik niet. Wat ik wel weet is asperges. Dat vind ik ook altijd heel erg lekker, asperges met een glaasje van de Brugse Zot ernaast. Ik heb je weer heel veel informatie gegeven. Ik had gezegd van misschien dat ik wel 2 biertjes in 1 filmpje doe. Ik heb nu al bedacht, dat ga ik niet doen, want ik heb zoveel te vertellen gehad over dit biertje. Vandaag de Brugse Zot, morgen de blonde van La Trappe. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.